Cicero Procailio Caput 32. Sed intelligis, maar jij begrijpt, de aangesprokene is Gnaeus Domitius, oftewel Gnaeus Domitius. Hij is lid van, hij is de president van de rechtbank, dus misschien kunnen we beter u begrijpt vertalen. Maar u begrijpt Gnaeus Domitius pro op grond van tua praestanti prudentia, is allemaal afhankelijk van pro, op grond van jouw uitmuntende inzicht, dat nobis esse rem, dat voor ons de zaak is, oftewel dat wij te maken hebben met, in de vorm van een ACI-constructie, cum met hac sola, alleen maar deze, namelijk alleen maar deze ene vrouw. Bedoeld is Clodia natuurlijk. Quai, zij, dat is een relatieve aansluiting. Erna komt meteen een sizin, een bijzin, de relatieve aansluiting, of de relatieve moet in de relatieve aansluiting zover mogelijk naar voren, zelfs nog voor het voegwoord voor de bijzin. Dus wij lezen in onze vertaling si quai in plaats van quai si. Zij als, oftewel als zij, dicit, zegt dat ze, en dan komt er een aci, dat c, dat zij, non commodasse, niet ter beschikking heeft gesteld. Commodasse is een verkorte vorm van commodavisse, infinitief stand perfectum. Als ze zegt dat ze niet ter beschikking heeft gesteld Caelio aan Caelius goud, dus als ze zegt dat ze aan Caelius geen goud ter beschikking heeft gesteld. Als ze arguit, als ze beweert dat non esse paratum, dat is de infinitivus van de ACI, dat niet bereid is venenum, gif, ab hoc, door deze, sibi, voor haar, sibi slaat namelijk altijd terug op het onderwerp van de zin, en of een vorm van c slaat terug op het onderwerp van de zin, en dat is in dit geval Clodia. Dus als ze beweert dat er niet gif is gemaakt voor haarzelf door hem, dan petulanter facimus, dan gaan wij te werk petulanter op een kwetsende manier, dat is een bijwoord, si als we nominamus noemen, als we spreken over de matrem familias, de moeder van een familie, de vrouw des huizes, als we over een vrouw des huizes spreken, secus quam, anders dan, de sanctitas, de eerbiedwaardigheid matronarum van getrouwde vrouwen, postulat, dat vereist. Als we op zo'n manier over anders spreken dan je dat hoort te doen bij nette vrouwen, dan is dat natuurlijk niet netjes, zegt Cicero. Waarmee hij natuurlijk wil zeggen dat Clodia helemaal geen nette vrouw des huizes is, maar een slurie. Sin. Maar als, dan komt er een ablativus absolutus, ista muliere remota, oftewel deze mevrouw verwijderd zijnde, ista heeft vaak een negatieve klank, dat heeft het hier zeker, want het gaat over Clodia. Maar als, wanneer deze mevrouw weggehaald is, er nek, nek, niet en ook niet, oftewel nog enige crimen, aanklacht, nog middelen ad opugnandum caelium, dat is een gerundivum constructie met ad, dus altijd met onte, letterlijk om Caelius te belegeren, oftewel om Caelius aan te vallen, via langs rechtswegen, relinquuntur overblijven illis voor die mensen, namelijk de tegenpartij. Dus, maar als je, wanneer je die mevrouw uit de hele aanklacht weghaalt, er niets overblijft om een zaak op te bouwen, nou, quid est aliud, wat is er dan anders, quod, dat wij debeamus, dat wij moeten vakeren, dat wij moeten doen, en die wij staat ook nog aangeduid als nos patroni, dat wat wij patroni, wat wij advocaten moeten doen. Je zou debeamus heel goed een cognitivus vanwege de relatieve bijzin kunnen duiden als een definiërende cognitivus. Wat is er nog anders van dien aard dan dat wij dat moeten doen? Behalve dan, wat moeten we dan anders doen? Behalve dan ut dat we eos, dan dat we die mensen qui insectantur, letterlijk die hem aanvallen, die hem achtervolgen, hè, met hun aanklachten, dus die hem aanvallen, repellamus, moeten weerleggen. Ik zei nu moeten, maar er staat gewoon repellamus, cognitivus afhankelijk van ut. Hè. Eigenlijk zegt hij dus, wat staat ons advocaten dan anders nog te doen dan de mensen die de aanklacht uiten onderuit te halen. Quod quidem facerem vehementius, quod is een relatieve aansluiting, dit quidem, zeker, dit en facerem is cognitivus van het imperfectum, in dit geval een irrealis, dat zou ik zeker doen vehementius, des te heftiger, dat zou ik zeker des te heftiger doen, nisi
als niet, ware het niet dat er intercederend mihi er voor mij mihi tussen beiden zouden komen, weer een aerialis van het heden overigens, want het is cognitivus van het imperfectum, als er niet tussen beiden zouden komen, en wat zou tussen beiden komen? De imikitiae, dat is een woord dat alleen maar in het meervoud voorkomt in dit geval, betekent gewoon persoonlijke vijandschap. Dus als er niet voor mij persoonlijke vijandschap tussen beiden kwam, met persoonlijke vijandschap met wie? Met de viro, met de man, istius mulieris, dat is de genitivus, met de man van die vrouw. Hij bedoelt Clodius, maar zoals jullie weten is Clodius niet de man van Clodia, maar de broer. Daarom verbetert hij zichzelf. Een reprehensio staat er in je aantekeningen. Broer wilde ik zeggen, of behoor ik natuurlijk hier te zeggen. Ik bedoel, dat volui dicere geven wij in het Nederlands weer met ik bedoel natuurlijk. Dus als ik geen ruzie had met de man van die mevrouw, ik bedoel natuurlijk broer. En dan zegt hij erachteraan, semper, altijd, erro, vergis ik me, hiek, op dit punt, als het erom gaat om die meneer aan te duiden. Dan zeg ik altijd man, terwijl het eigenlijk de broer is van Clodia. Je begrijpt dat dit een tamelijk smerige opmerking is van Cicero. Nunc agam morice, agam en progrediar zijn twee futurumvormen, gewoon indicatives. Nu zal ik doen, modice, op bescheiden wijze, nu zal ik me gematigd te werk gaan, nu zal ik gematigd te werk gaan, nec, en niet zal ik progrediar verder gaan. Longius verder kwam dan, longius is namelijk het bijwoord in de comparatives, en ik zal niet verder gaan dan mij coget, dan mij dwingt, dan mij zal dwingen, sorry, want het is een futurum. En wie zal de mij dan dwingen? Nou, mea fides, sorry, die moet daar niet staan, daar moet die staan. Dan mij zal dwingen, mea fides, mijn plicht als advocaat, en de causa ipsa, en de zaak zelf. Dus ik zal niet verder gaan dan mijn plicht en de zaak zelf mij zal dwingen. Dus ik zal me inhouden. Neque enim, immers ook niet, putavi, meende ik, dat muliebres imikitias, vijandschap met een vrouw, omkwam ooit gerendas, dat is een gerundivum, daar moet je bij aanvullen, esse. We zitten in de ACI. Ik meende immers dat nooit vijandschap met een vrouw, mihi, dat is de dativus auctoris, zoek dat maar op in je grammatica, de dativus. Bij een gerundivum van verplichting zet je in de handelende persoon, bij een gerundivum van verplichting zet je in de dativus. Dat er door mij vijandschap met een vrouw moest worden gerenda's, moest worden gekoesterd of tentoon worden gespreid. Praesertim vooral cum ea met die mevrouw kwam die omnes die allen semper altijd de amicam omnium, dit is een genitivus meervoud, de vriendin van iedereen, liever dan de vijandschap van cuius kwam, van wie dan ook putaverunt beschouwden. Ik heb nu geen lekkere Nederlandse zin gebouwd, geloof ik. Maar als je even nadenkt, begrijp je wat er bedoeld wordt. Hij bedoelt te zeggen, ik heb nooit de mening gekoesterd dat ik de vijandschap die ik met een mevrouw had duidelijk moest laten zien aan iedereen. En dat is zeker nu niet het geval met deze mevrouw, die door iedereen veel meer wordt beschouwd als een vriendin van iedereen, oftewel een sloerie, dan als de vijandin moet ik zeggen, van iemand dan ook. Deze mevrouw is van niemand de vijand, aangezien ze met iedereen vriendjes tussen aanhalingstekens is. De lellebel. Einde van Procailio, caput 32.